Hoi, leuk dat je kijkt. Ik ga zo slapen, maar voordat ik ga slapen wilde ik nog even een hack uitproberen. Een hack om krullen te maken in je haar. Ik heb hem al een aantal keer voorbij zien komen op Facebook, Instagram en ik wilde hem graag ook zelf uitproberen, dus dat ga ik nu doen. Voor deze hack heb je nodig een langwerpig stoffen ding. Zoiets. Deze heb ik van mijn badjas afgehaald. Ik heb het ook gezien met doeken op het hoofd of een handdoek, dat zou ook kunnen. Maar dit leek me wel handig, gewoon van de badjas. Dus die ga ik gebruiken. Ik ga eerst mijn haar een beetje nat maken. Zo. Nu pak ik dit. En dan zorg ik ervoor dat die precies in het midden van mijn hoofd komt. Hier ergens. En daar moet die vast blijven zitten. Dus daar doe ik even twee speldjes in. Zo. Nu is het de bedoeling dat ik mijn haar aan beide kanten hier omheen ga wikkelen. Dus dan pak ik hier eerst een stuk. En die wikkel ik dus om dit ding heen. Zo. En dan pak ik hier dus weer een stuk. Het is een beetje net als met invlechten, zeg maar. Alleen hoef je nu niet te vlechten, maar moet je gewoon wikkelen. Kijk, dan pak ik dit gewoon meteen mee aan de achterkant. Ik denk ook dat hoe vaker je dit doet, hoe handiger je erin wordt. Nou, nu kan die niet verder. Eén kant zit er nu in. Het viel me wel een beetje tegen. Het was lang niet zo gemakkelijk als dat ik had gedacht eigenlijk. Maar ik ga gewoon door. Misschien moet ik het toch ook wel gewoon meer aan de voorkant houden. Het zit er nu eindelijk in. Het viel me echt wel een beetje tegen. Ik dacht dat het echt een stuk makkelijker zou zijn. Ik heb aan deze kant heb ik nu een beetje van de voor- en een beetje van de achterkant er steeds omheen gewikkeld. En ik heb aan deze kant heb ik alleen maar vanaf de voorkant steeds gepakt. Ja, dus dan kunnen we het straks ook even vergelijken. Misschien is er nog verschil in resultaat. Ik wist ook niet precies welke manier de juiste was. Dus ik heb het nu allebei maar gedaan. De manier van wikkelen dat je alleen aan de voorkant pakt, of eigenlijk meer misschien aan de onderkant, dat ging wel een stukje sneller en ook gemakkelijker. Dus in dat opzicht leek dit wel meer op wat ik in filmpjes heb gezien. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Nou kan ik deze ook nog omhoog doen. Dan heb ik er geen last van met slapen, zeg maar. Zo. Nou, dit is het. Ik ga hier nu mee slapen. Morgen vroeg haal ik dit er weer uit. En als het goed is, heb ik dan krullen. Of het ook mooie krullen zijn, dat weet ik nog niet. Maar dat zullen we zien.
Tot morgen. Ik ben nu net wakker. Ik heb er goed mee geslapen. Ik had geen last van dit in mijn haar. Ik kon gewoon lekker slapen, dus ik heb een goede nacht gehad. Ik ben nu wel heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ik ga het er nu uithalen. Mijn ding is wel weer helemaal naar beneden gezakt. Ik had het een beetje zo op mijn hoofd geknoopt. Nou, dat is wel echt helemaal uitgezakt. Dit is ook wel echt een stuk losser gaan zitten. Dus ik ben benieuwd of er enig resultaat te zien is. Ik ga het er nu uithalen. Welke kant zal ik eerst doen? Ik begin wel met deze kant. Dit was de kant die ik aan de voorkant voornamelijk erin heb gedraaid. Er is iets van een slag aanwezig in elk geval. Oeh, kijk eens. Die is goed gelukt. Nou, eigenlijk sta ik nog best wel versteld van het resultaat, want ik dacht, nou, volgens mij doe ik het niet helemaal goed. En ik heb deze kant ook best wel snel erin kunnen draaien, omdat ik dus alleen maar haar van de voorkant eromheen ging wikkelen. Dus ja, ik ben wel verbaasd eigenlijk. Ik denk dat er wel echt veel verschil te zien is straks tussen de voor- en de achterkant, maar dat is nog even afwachten. Dit was dus de kant dat ik wel ook haar vanaf de achterkant pakte. Eens kijken of daar nog verschil te zien is. Deze pluk is echt van de achterkant onderkant. Nou, hier kan je niet zoveel zien. Oké. Eigenlijk vind ik deze kant vind ik dus mooier dan die kant. Deze kant is dus beter gelukt. En dat terwijl ik wel veel minder tijd aan deze kant heb gespendeerd. Omdat ik dus veel sneller eromheen heb gewikkeld. Omdat ik alleen maar plukken van de voorkant heb gebruikt. Deze krullen zitten er ook strakker in. Dit hangt allemaal wat meer naar beneden. Is ook nog wel een mooi resultaat. Deze is niet zo goed gelukt, helaas. Dit is echt een van de voorste plukjes, dus dat is wel jammer. Ik denk dat het hier aan de onderkant gewoon niet zo goed eromheen heeft gezeten. Dus ja, dit is dan niet zo. Maar op zich is de rest wel, nou, wel oké, wel leuk. Er zit wel een leuke slag in, vind ik. Even met mijn vingers erheen. De voorkant is dus best wel goed gelukt. Nu ben ik ook heel erg benieuwd naar de achterkant. Want ik denk, ja, als je hier in de voorkant zit te draaien, dan zitten er aan de achterkant toch helemaal geen krullen. Dus dat kan ik nu niet zien, maar jullie wel. Ik heb de achterkant ook even bekeken en het is inderdaad zoals ik dacht. Alle krullen zitten hier aan de voorkant en aan de achterkant is er niet zoveel te zien. Toch geeft het niet een lelijk of raar effect als je nu de achterkant kijkt, vind ik. Maar toch heb ik liever dat het wel wat meer
overal een beetje hetzelfde is. Misschien zou ik de volgende keer deze iets meer ook achter op mijn hoofd neerzetten. Dat je hem echt in een beetje meer in het midden hebt. Dat is nog uit te proberen. Het is op zich wel geslaagd, vind ik. Dan ga ik wel even kijken hoe ik mijn haar vandaag ga dragen. Hou ik het zo. Kijk. Ik kan de krullen meer aan één kant gaan dragen. Of wat meer naar achteren doen. Dat het toch wat meer ook aan de achterkant zit. En ik kan er natuurlijk ook een soort van staart hier maken. Zo. Zodat die krullen hier, dat je die dan aan de achterkant hebt. Dit heb ik ervan gemaakt. Ik heb het eerst doorgeborsteld. En ik heb mijn scheiding iets verder opgeschoven naar de zijkant. En daarna heb ik een texture spray heb ik erin gedaan om de bovenkant een beetje omhoog te krijgen, zeg maar. Dat het iets minder plat is. Daarvoor heb ik deze gebruikt. Van de kruidvat. En dat heb ik dan gewoon zo even alleen even bij de wortels heb ik dat gedaan. Om het iets omhoog te liften aan de bovenkant. Daarna heb ik een wax in de rest van mijn haar gedaan. In de punten vooral. De Junior Shine Wax. Het was heel plat aan de bovenkant en de onderkant was best wel pluizig. Dus nu is het iets meer gestyled, zeg maar. Het is nu iets meer een slag dan een krul. Dus ja, zo kom ik de dag door vandaag. Ik vind het wel een leuke hack. Het is gelukt. Ik heb wel een mooie slag in mijn haar ervan gekregen. Dit was het ook weer, het einde van de video. Als je het leuk vindt kun je abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je weer bij een andere video. Doei!